Mijn thee heeft een rare kleur. Wat? Valt wel mee toch? Welke smaak heb je dan? Groene thee. Wat? Dit is toch geen groene thee? Jawel, donkergroen. Is het thee over datum dan? Nee, je hebt het zakje er gewoon veel te lang in laten zitten. Nee, echt niet. Jawel, dat doe je altijd. Dat is niet waar. Jawel, jij dipt. Ik dip? Ja, je moet het zakje er gewoon eventjes in laten zitten. Oh. Maar niet te lang, gewoon precies goed. Ja. Welke smaak heb jij dan? Rooibos. Waarom heeft hij niet zo'n rare kleur? Ik maak wel een nieuwe voor je. Oh, had je trouwens gehoord van Tim en Amy? Ja, wat jammer. Hoe lang hebben ze gehad dan? 3 jaar, denk ik. Een beetje tegelijk met ons. Nou ja, een half jaar langer. Ja, zoiets. Ongeveer. Nee, precies een half jaar langer. Hé, hey, dus wij zijn aan de winnende hand. Nou ja, nog een half jaar. Ja, dat zei je al. Hoezo heeft hij niet uitgemaakt dan? Weet niet. Iets met kinderen? Kinderen? Ja, lang verhaal. Alle tijd. Heeft Tim met jou verteld dat het uit was? Ja. 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 Wanneer dan? Vorige week. Vorige week? Zal ik alles twee keer zeggen? Hoezo heb je niks gezegd? Ik dacht dat je het al wist. Wanneer was dit dan? Vorige week, dat zei ik net. Nee, welke dag? Zaterdagavond. Je was bij je ouders. En dat kon je mij de volgende dag niet even vertellen? Ik had een kater, dus nee. En ik dacht dat je het al wist. Wacht even, je pakt wel een nieuw kopje toch? Wat? Je moet wel een nieuw kopje pakken. Hoezo? Je gaat toch niet nieuwe thee in een oud kopje doen? Nee, waarom niet? Dat is smerig. Is dat net dezelfde thee? Ja, maar die was niet goed. Ja, en de volgende wel. Ja, maar dat ga je dan toch niet in hetzelfde glas doen? Dat is fucking smerig. Ik wist niet dat jij zo gevoelig over de thee was. De smaak van de vorige thee blijft in het glas zitten. Je doet toch ook niet 2 keer douchen met dezelfde handdoek? Toch? Luister je wel? Ja, ja, over het glas. Nog steeds. Kun je het vinden dan? Wat? Het glas. Ja. Staat recht voor je neus. Ik heb hem. Amy vroeg of ik zin had om vanavond met haar uit te gaan. Vanavond? Ik dacht dat wij film gingen kijken. Ja, nee, ik weet het niet. Het is ook wel vroeg voor Amy om uit te gaan, toch? Hoezo? Nou, het is net een week uit. Nou, ik denk dat het wel goed is als ze er even uit is. Even de gedachte ergens anders. Heb je de waterkoker trouwens al aangezet? Ja, die staat aan. Duurt gewoon eventjes voordat hij op gang komt. Ik dacht dat je een nieuwe had gekocht. Nee, deze doet het toch nog? Maar dat zei je. Nee, af en toe staat hij aan, dan weer af. Maar uiteindelijk wordt het water heet. Oh. Maar waarom koop je dan niet gewoon een nieuwe? Hij doet het toch nog? Knipperde jouw lamp nu? Nee. Dat was toevallig. Heb je hem al geprobeerd te maken dan? Ik heb een mail gestuurd. Naar wie? Naar de huurbaas, Ting. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Ik heb een mail gestuurd. Heb je al een reactie dan? Nee, nog niet. Het is weekend. Volgens mij is je alleen maar aan te draaien. Heb ik al gedaan, werkte niet. Vervangen dan? Ik heb een mail gestuurd, laat gewoon. Zie, hij doet het. Wat is er met kinderen dan? Wie? Tim en Amy. Welke kinderen dan? Je zei iets over kinderen. Wat? Ja, dat het daarom uit was gegaan. Heeft Tim er niks over gezegd? Nee, Tim zei niet veel, alleen dat het uit was. Oh, ik weet niet hoe belangrijk het is. Je zei dat het daarom uit was gegaan. Ja, Amy zei dat ze dat uitgemaakt had, omdat ze geen kinderen wou. Oh, maar wil ze nu al kinderen dan? Nee, ze wil helemaal geen kinderen. Maar Tim wel. Ik denk het. Wat zei Amy dan? Waarover? Over dat ze geen kinderen wou. Ze was egocentrisch of zo. Ze is egocentrisch. Daarom wou ze geen kinderen? Dat zei ze, maar er waren natuurlijk ook andere dingen. Wat voor dingen dan? Zij zag geen toekomst meer in, hij zag er geen toekomst meer in. Dan had het toch houden. Ja, Tim had het ook al over samenwonen en zo. Samenwonen? Ik dacht dat Tim iets had gezegd. Ja, een klein beetje. Wanneer dan? Zaterdagavond? Ja. Wat zei hij dan? Dat het moeizaam ging of zo, of eigenlijk helemaal niet ging. Ja, het enige wat ze nog gemeen hadden was dat ze niks gemeen hadden. Nee, daar heb je proeven. Wat? Nee, Amy zei dat. Oh. Maar wouden ze samenwonen dan? Tim wel. Amy niet. Amy niet. In ieder geval zei Tim dat. Ja, Amy had ook nooit echt over samenwonen. Waarschijnlijk omdat ze het niet wou. Nee, maar waarom niet dan? Ik weet niet, kleine ruimte. Zei Tim dat? Nee, maar ik snap het wel. Waarom? Tim heeft ook... Hey, de teken is bijna klaar. Wat? De teken is bijna klaar. Maar Tim had toch best ruim? Hij heeft precies dezelfde soort kamer als ik. Ja, maar jij hebt toch ruimte zat? Wat? Het is letterlijk 1 kamer. 2 kamers, je hebt een eigen toilet. Ja, dan mag jij daar slapen. Misschien verandert ze van mening. Wie? Amy? Ja. Waarover? Samenwonen? Kinderen, ze is nog jong. Dat zegt men altijd. Dat ze jong is? Nee, dat je van mening verandert. Waarom zou ik van mening veranderen? Niet jij specifiek, Jezus. Wie dan wel, Amy? Niemand specifiek. Wat? Gewoon, niemand zegt tegen iemand met een kinderwens dat ze van mening zullen veranderen. Maar de meeste mensen willen toch kinderen? Dat is toch wel logisch dat... Niet iedereen. Wie niet dan? Amy.
Hé, hey, de teken is bijna klaar. Dat zei je al. Ja, maar nu echt bijna. Welke smaak thee had je ook alweer? Wat zei je? Welke smaak thee had je ook alweer? Hetzelfde als altijd. Groene thee. Oh ja. Alsjeblieft. Oh, lepeltje. Nogmaals, sorry. Godverdomme kutlamp. Ik denk dat ik vanavond wel met Amy uitga. Toch wel? Ja, anders vraag je Tim toch? Beetje bier drinken? Nee, niet zoveel zin in. Hij is vast verdrietig. Godverdomme! Wat? Je hebt een theezakje erin laten zitten. Dat zei jij. Zak je eventjes in de thee, niet de hele tijd. Oeh, en die van mij is koud. Ik bedoel, maak wel een nieuwe.